Het braden van kalfslapjes. Ik heb hier hele mooie kalfsriblapjes. Gaan we zachtjes aanbakken en dan gaar stoven. Kalfsvlees is van op zichzelf heeft natuurlijk niet heel erg veel smaak. Dus u kunt er een eigen kruiding aan geven. Ik hou het vrij basis. Ik doe alleen wat zout en peper. En een heel klein beetje mosterd daaroverheen. Ik haal de lapjes even door de bloem heen en leg ze in de uitgesmolten boter. De kalfslapjes die bakken we mooi rondom mooi bruin van kleur. Ik haal de lapjes even uit de pan, uit het braadvocht. Ik blus het af met wat bouillon. Ik heb hier een mooie ongezouten bouillon. En ik doe daar wat witte wijn bij. Ik haal de lapjes er even uit, omdat het koude vocht zorgt ervoor dat het vlees heel erg schrikt. Nu is het vocht op temperatuur. Lapjes terug. Zo. Gas zacht. Deksel erop en zachtjes een uurtje stoven. De kalfsriblapjes hebben na een uurtje zachtjes stoven, hebben een mooie kleur, zien er heerlijk uit en zijn mooi zacht. Eet smakelijk!